Dames en heren, welkom bij de geschiedenis van Jordi van Malen. Een eerste aflevering. We willen u graag vertellen, overigens fijn dat u kijkt, over diezelfde familie van Malen die hier aan de Hoogstraat 28 een horlogerie is begonnen. De geschiedenis is begonnen in 1930 met Labrinus van Malen. En zijn zoon Rijk heeft de zaak overgenomen. Hij staat te praten met iemand en hij is op dit moment de directeur van de horlogerie. Zeg maar de eigenaar van de juwelierzaak. Het begon, zei ik al, in 1930. Ingewikkeld, maar ik ga het u graag vertellen. De geschiedenis van Jordi van Malen, Hoogstraat 28. Gaat u mee? U ziet het, we zitten in een luchtballon. En het is 2004. En we kijken uiteraard, hoe kan dat ook anders, naar beneden. En we zien een deel van het oude Veenendaal. En met name de omgeving van Jordi van Malen. Het Zwaaiplein, de Hoofdstraat, de Hoogstraat, u kent het wel. Maar eerst gaan we eens terug naar het jaar 1930. In 1930 woont in 1886 de kleermaker Rijk van Malen aan de Prins Bernhardlaan. Die Prins Bernhardlaan heet in die tijd helemaal niet zo. Die heet dan het Gelderland. Hij is kleermaker, ook zijn vader was kleermaker, Jan van Malen, van 1845 tot 1927. En Rijk van Malen is eigenlijk, laten we maar zo zeggen, de grondlegger van de dynastie van Malen. We gaan naar het jaar 1930 en we gaan eens kijken in de Prins Bernhardlaan. En ik zei het al, die Prins Bernhardlaan heette in die tijd het Gelderland, tot 1938. En de zoon van Rijk van Malen, Labrinus, wordt dan geboren in deze straat. Hij wordt geboren tegenover het huis van Zwarte Jannetje. En naast het ouderlijk huis van Labrinus bevindt zich de Gelderse Waag uit 1789. Een bekend gebouw, ook al in die tijd. En diezelfde woning van Labrinus, die is er nog steeds. De omgeving van de Prins Bernhardlaan is totaal veranderd. Maar het geboortehuis van Labrinus van Malen, nogmaals de grondlegger van Julius van Malen, later, die bestaat nog steeds. Dat geboortehuis is het roze huis wat u nog steeds kunt zien als u door de Prins Bernhardlaan rijdt. Rijk en Catharina Maria Labrie, die samen zes kinderen krijgen, hebben hun jongste zoon Labrinus geboren zien worden in dit huis op de Prins Bernhardlaan. En als Labrinus 29 jaar oud is, dan gaat hij, hij weet dat uiteraard nog niet tijdens zijn geboorte, maar dan gaat hij richting de Hoogstraat. En in 1959, op zijn 29ste, dan begint hij een winkel in de Hoogstraat, ik moet aan deze kant zijn, de winkel in de oude schoenmakerij van een zekere Achterberg. Die Achterberg is daar in 1914 komen wonen, is daar een schoenwinkel begonnen. En hij kocht ooit de winkel van Johannes Stip, die daar in 1832 begon. Die Labrinus was bezeten van alles wat tikte. Wekkers, klokken, de torenklok van de Juliana-toren waar tegenover hij geboren is. Het was geweldig. En hij komt dan hier terecht in deze Hoogstraat. Een belangrijke straat trouwens in die tijd, want daar bevond zich al sinds de 17e eeuw, bevond zich daar onder andere het polderhuis van het veenraadschap, die het Veenendaal vanaf de 16e eeuw bestuurde. En ook helemaal achter in de straat bevond zich de openbare gemeenteschool, ook al vanuit de 17e eeuw. En de schoorsteen ziet u, de schoorsteen van de scheepjeswolffabriek van Dirk Steven van Schuppen. Een mooie, belangrijke straat waar Jordi van Malen geschiedenis zal maken. Even terug naar Rijk van Malen. We zien hier de stamboom. Ik sta er voor een deel natuurlijk voor, maar u ziet daar in de hoek staan Labrinus. Labrinus was dus de zoon, de jongste zoon van Rijk van Malen en Catharina Maria Labrie. En zijn oudste zus, Pita, is beroemd geworden in Veenendaal. Zij gaf muzieklessen aan de Beatrixstraat. Heel veel oude Veenendaalers zullen haar nog herinneren als de vrouw die orgellessen verzorgde. Maar er was een ander. De broer van Rijk van Malen is nog bekender geworden. Hij was het die Tweede Kamerlid werd.
En we kunnen dat zien, want we zien hier een plaatje van het binnenhof. Het binnenhof waar Rijk van Manen, zijn broer Willem, Tweede Kamerlid was. En in die Tweede Kamer is hij niet bekend geworden vanwege zijn redenaarstalent, maar enkel vanwege het feit dat hij het kortstzittende Tweede Kamerlid aller tijden is geweest in de parlementaire geschiedenis van Veenendaal. Ik moet zeggen, van Nederland. En dus ook van Veenendaal. De broer Willem van Manen dus, bekende Veenendaler, bekende Nederlander. Maar zeer kortstondig. We gaan eens verder kijken. Want we zien hier Labrinus van Manen op veel oudere leeftijd. Een sprong in de tijd dus. Ook in verband met de tijd die mij gegund is om dit filmpje te maken. We gaan terug naar 1930, naar het geboortehuis van Labrinus. En toen Labrinus een jaar of drie was, toen verliet hij het huis aan de voorkant. En hij sprong daar eigenlijk in de sloot. Het was de Gelderse Wijk, het oude Boveneind. En ik zei het al, tot 1938 heette de Prins Bernhardlaan toen nog het Gelderland. En als hij richting het Zwaaiplein liep met zijn vader en zijn moeder aan de hand, en dan natuurlijk bezijden de sloot, dan vond hij aan de rechterkant vond hij het Gelderland, de achterkant van de huizen van het huidige Gelderland, en aan de linkerkant de Prins Bernhardlaan. En tegenover het huis, daar bevond zich de Julianakerk. De Julianakerk die al drie jaar voor zijn geboorte was gesticht door dominee Jongebreur. U ziet het, nog een zadeldak. Na de oorlog zou dat zadeldak vervangen worden door de hekshoed. En tegenover het huis, daar bevond zich een huizenblok. Ook rond de jaren 30. En dat huisblok is bekend geworden vanwege de kroeg, het cafeetje van Letje van Schaik. Heel veel oude Veenendalers hebben daar nog een pilsje of een borreltje gedronken. En als Labrinus dan 10 jaar oud is, dan ziet de Prins Bernhardlaan er zo uit. Het is 1940. Ja, niet meer het Gelderland, maar het heet de Prins Bernhardlaan. En weer is het huis zichtbaar van Jannertje Hootse. Jannertje Hootse, die Zwarte Jannertje werd genoemd, omdat zij een sekte leidde in Veenendaal en ver daarbuiten. En u ziet ook achter de auto die daar geparkeerd staat, het huis van Labrinus, waar hij geboren is. En daarnaast is dan de Gelderse Waag uit 1789. U ziet, er is veel veranderd. En dan gaat hij, als hij 29 jaar oud is dus, verhuizen. Hij is inmiddels getrouwd en hij gaat dan verhuizen naar de Hoogstraat 28. In 1959, daar koopt hij het huis van die schoenmaker Achterberg. Het voormalige huis, al vanaf het begin van de 19e eeuw, van Johannes Stip. Ook kleermaker trouwens. Zoals de vader en de opa van Labrinus zelf ook waren. En dan maken we een grote sprong in de tijd. We gaan naar het volgende plaatje en zien een wekker. Diezelfde Labrinus, ik zei het al, hij is getikt, zou ik maar zeggen, van wekkers en klokken en alles wat maar tikt. En hij gaat daar beginnen met 5 koekoeksklokken, een paar kienzelwekkers, wat onderdelen en wat horlogebandjes in dat pand van Hoogstraat 28 van schoenmaker Achterberg. En hij heeft een parool. En dat parool, dat zal daadwerkelijk ook waarheid gaan worden in de toekomst. Het parool van de familie van Manen van Labrinus was van meet af aan groot door hard werken. En Labrinus heeft alles in het werk gesteld om van zijn kleine horlogerie aan hier het huidige Zwaaiplein rond 1960, 1959 is hij begonnen, om daar iets groots van te maken. Het Zwaaiplein 1959 zien wij hier. We zien het Gelderland tussen de bomen en we zien het Zwaaiplein is nog een kruispunt tussen de Prins Bernhardlaan, de Hoogstraat, het Verlaat, de Helling en nog meer straatjes die daarop uitkwamen, zoals het achterstraatje. 40 jaar later, we maken weer een grote sprong, dan ziet het pand er onherkenbaar uit. Als je goed kijkt, zie je nog een beetje de contouren van de oude schoenmakerij, maar er is veel gebeurd. De oude Hoogstraat is verdwenen en Labrinus heeft een familiebedrijf gerealiseerd. En wie zijn dat dan allemaal? Nou, natuurlijk is hij dat zelf. Kijk hem hier eens drukdoende zijn in zijn werkatelier. Met Maria van Doleweert, zijn vrouw, samen 13 kinderen voortgebracht, hebben ze een hecht samenwerkingsverband. Alle raderen, als in een uurwerk, zijn binnen het bedrijf, de juwelierszaak, de horlogerie van Manen, drukdoende. Er is een taakverdeling. Maria van Doleweert doet het gezin natuurlijk, maar ook de winkel en zelfs de administratie. En Labrinus is altijd te vinden in het werkatelier. Maar iets heel bijzonders,
Oude Veenendaalers weten dat nog. Ik heb het zelf ook nog meegemaakt. Labrinus deed ook aan huisbezoek. Hij was continu bezig onderweg om mensen bij nacht en ontij aan te bellen om daar de klok of de wekker te komen repareren. Waar dan ook in Veenendaal. In 1996 dan komt Rijk, de directeur, de zoon van Labrinus, volgt hem op. De horlogerie is inmiddels 37 jaar oud. En Rijk, de zoon van Labrinus, wordt ondersteund door zijn steun en toeverlaat, zijn broer Marinus. Een ouderwetse vakman die de meeste dienstjaren opgeteld heeft in het hele bedrijf van alle werknemers die ooit in de horlogerie hebben gewerkt. En dan komt in 2007 de erkenning. Er is een business event in Theater de Lampegiet van Veenendaal. En de beste onderneming in de categorie detailhandel van Veenendaal wordt, u raadt het al, Juwelier Vermanen, de horlogerie. Ik heb u in een notendop verteld over het familiebedrijf. En de volgende keer wil ik u graag iets vertellen over de geschiedenis van de toren. Van de beroemde toren met de puntmuts die we nog steeds voor het bedrijf zien opdoemen. Klein begonnen met 5 koekoeksklokken, een paar wekkers en wat horlogebandjes in de oude schoenwinkel van Achterberg. En nu iets meer na 60 jaar uitgegroeid tot een grootse winkelier in een grachtenpand met een prominente toren en een onuitputtelijk assortiment. Toch is Vermanen nog steeds zoals het is gebleven, zoals het is begonnen. Een horlogerie die zich ten volle inzet voor de klant.